Het Korps Politie Suriname, KPS, heeft vandaag 70 onderinspecteurs bevorderd tot inspecteur van politie. De bevorderingsceremonie vond plaats in het politieopleidingscentrum. Hoewel enkele politieambtenaren de bevorderingen via een rechtszaak wilden verschuiven, is die normaal doorgegaan. De rechter heeft gisteren namelijk in hun nadeel geoordeeld. Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie, noemt de bevordering een groot moment voor het korps. De bewindsman benadrukt dat de criminaliteit in het land hiermee beter aangepakt kan worden. Wij vertrouwen erop, en dat heb ik ook de mensen gevraagd vandaag, om de mensen het gevoel te geven van veiligheid. De gemeenschap die heeft werkelijk behoefte aan wat beter gevoel van veiligheid. En dat is voor ons erg belangrijk. We moeten niet alleen dit met onze met de woorden uiten, maar ook in de praktijk heb ik dus de officieren gevraagd om zich in te zetten om deze verrijking, deze versterking van het korps te gebruiken, te benutten. Om beter gemotiveerd leiding te geven aan de rest, initiatieven te ontplooien die belangrijk zijn, omdat wij als samenleving rekenen op de politie. Ferdinand Welzijn. Korpschef Agnes Daniel is ook blij met de bevordering van de nieuwbakken inspecteurs. Haar optreden tijdens de bevorderingsceremonie was de laatste officiële handeling als korpschef. Daniel is niet ontevreden over haar periode als het hoofd van het korps. Ik ga weg met een gevoel dat ik heb gewerkt aan het, een bijdrage heb geleverd aan het bouwen van de organisatie, het Korps Politie Suriname. Dat ik heb gewerkt aan de vorming van een heleboel politiemedewerkers die nog bij de politie zullen werken. En dat ik een bijdrage heb geleverd aan de rol die de politie binnen de samenleving moet vervullen. Ik ga niet weg met een verdrietig of een zielig gevoel. Absoluut niet. Ik voel me niet verdrietig en ik voel me niet zielig. Ik ga weg onder het besef dat wat ik achterlaat voldoende is voor mensen om verder verbetering teweeg te brengen. Maar ik kijk ook naar voren. Omdat ik van nature iemand ben die van uitdagingen houdt. En er zijn nog zoveel mooie dingen waaraan ik mijn krachten kan geven voor het land. Mogen we weten waar u naartoe gaat? Als u daar nog even geduld in hebt, dan hoort u dat. Korpschef Agnes Daniel vandaag na de bevorderingsceremonie van 70 nieuwe inspecteurs van politie. Daniel heeft vandaag als laatste officiële handeling enkele bevorderde inspecteurs de epauletten opgespeld. Ze heeft echter nog niet officieel afscheid genomen als korpschef.